Wij bouwen een hele grote trein. Grusk presenteert het regisseur Dirk Bruinsma van de midden de kick-off van het nieuwe stuk Hey Beka. De Arune Moan had de organisatie vooral druk dwaande west om de financiering, zo'n 2 ton, rond te krijgen. Maar jeld van de oerhiet en verskate fondsen kan het stuk nu in september 5 keer opvierd worden. Het wordt presenteren als het grootste locatietheater van Friesland. Het grootste is natuurlijk een soort ambitie die wij hebben. En ik denk, wat ik al zei in de presentatie, 24% van Jistrum op 950 inwoners is betrokken bij deze voorstelling. Er zijn 15 werkgroepen. Dat alleen nogal maakt het voor mij. Ik ben sinds 2008 bezig. Voor mij is het de grootste voorstelling. Het type lofspul het BK gaat door een Russisch dwarp, maar dezelfde namen. De mierskip libbet en effens oude tradities. Maar dan komt de oud-bewenner Victor Wodka weer om naar het dwarp. Hij zet een wodkafabriek in het dwarpdel en dat zorgt voor verorings. En ien voor ien gaan die meisken in die fabriek aan het werk. Ja, en daarmee bepaalt de fabriek eigenlijk het ritme van het leven in plaats van dat de meisken onderling het ritme bepalen. In het stik speel je een soort bekende gezichten mee, like als actrice Hilly Harms, zangeres Ted Roosendaal en presentatrice Miranda Werkman. De grote publieksloeker is Peter Tuinman, bekend van televisieseries like als Unit 13, Dankert en Dankert en verskate films. Ja, ik denk Peter is gewoon een soort Victor Wodka. Hij woont er in het grote Den Haag. Hij komt hier oorspronkelijk uit Uus, Friesland wij. En nou komt er weer om in dit stik. Dus dat past gewoon heel goed. Ik zou zeggen, het is een soort totaaltheater. Ik in Zuurik haast een event, wist wel. Het is zo iets bijzonders om het in de natuur met een groep mensen te doen. Het brengt zo'n grote oren elementen bij dit soort vaststellingen die normaal in het theater net meemakken. In het type lofspul komt een soort live muziek voor. De muziekvereniging en fanfare Joost Wiersma zullen 28 nummers live spelen. Het is een eer voor u om het te mee doen. Ja, inderdaad, een hele grote rol voor u zien. 54 minuten muziek. Eigenlijk wordt zo'n beetje alle muziek trouwens verzwargen. Ook nog ja, geluiden en effecten wordt trouwens verzwargen. Er zit een ontzettende hoeveelheid werk in. Komende maandjes zullen de acteurs haar eerste repetities hebben. Dat zal voor eerst in deze score wijzen. Want op het plak dat het stik opviert worden zal, hier in dit loon, mag dat dan net, omdat het nog brieënseizoen is.